We gaan nu kijken naar een uitgebreide samenvatting van de Zep City Kids Dag van de Erfgooiers Speeltuin. Fantastisch, joh. Geniet hiervan. Ik vind die kindertjes die spelen aan de harte lucht. En juist, het is fantastisch, zo'n speelruimte voor die kinderen. Prachtig, joh. Nou, deze Zep City Dag is een perfecte aanvulling op alle activiteiten die in Hilversum zijn afgelopen week en aankomende twee weken. We zijn al van voor de zomervakantie zijn we begonnen met de organisatie. Samen met medewerkers van organisatoren van Zep City en vrijwilligers van de speeltuinvereniging hebben we dingetjes doorgesproken. Zij hebben dingen aangedragen, muzikanten om te schminken, straattekenaar. Wij hebben de Nusselbus ingehuurd, zeg maar. Die komen met springkussen, oud-Hollandse spelletjes. Zij hebben de publiciteit geregeld. Samen kom je dan tot een hele goede samenwerking. We gaan hier met onze kindertjes dan vaak naartoe. Okay. En die vermaken zich helemaal goed hier. Wat vind je zo leuk vandaag? Een beetje gaan schminken. Klimrek. En jij? Ook klimrek. En bijna alles in het doolhof. Vorig jaar begon Zep City heel voorzichtig. Hadden we wat bezoekers op de tuin. Dit jaar is gewoon heel veel publiciteit aangegeven. Nou, je ziet het, komt er heel veel volk op af. Hartstikke leuk. Ik weet zeker dat we het gewoon ieder jaar weer opnieuw organiseren. Nou, ik heb door de jungle gerend, over het touw gelopen, gewipwapt. In het bos gelopen, schommelen we, dit gedaan. In de sprinkelzaal, zo, de schommel. En gewoon in het rad, en op de glijbaan. Nou, vanochtend zag ik heel eventjes buien boven Hilversum hangen. Ik dacht, dit wordt helemaal niks. Maar ja, iedereen zegt dat je krijgt wat je toekomt. En dat krijgen we ook, want het is gewoon een super mooie dag geworden.
U gaat nu kijken naar een interview met de heer Leon Bobbe, directeur van Dudok Wonen. U bent directeur, wooncorporatie Dudok Wonen en tevens hoofdsponsor waardoor dit grote evenement SubCity gerealiseerd kan worden. Waarom ondersteunt Dudok Wonen SubCity? Ja, Dudok Wonen voelt zich verbonden met Hilversum. Hilversum is een mooie plaats, met een mooie omgeving. En wij hopen dat dat heel vitaal en leefbaar blijft. Wat je ziet is dat er al veel gebeurt in Hilversum, maar eigenlijk moet er meer gebeuren. Hilversum vergrijst en daar trekken veel jongeren weg. En wat wij als Dudok Wonen proberen is al die jongeren hier te houden. Dat het hier vitaal blijft. En wij kunnen mensen helpen aan een huis hier. Daar geven we ook veel voorrang aan jongeren. En dan moet het ook nog gezellig zijn hier. En daar is SubCity voor, om al die initiatieven die er al zijn te versterken, uit te vergroten. En met sponsoren maak je dat mogelijk dat al die dingen hier allemaal van de grond komen. Dus dat is de reden dat wij dat erg belangrijk vinden, dat dit soort initiatieven plaatsvinden. Dudok Wonen geeft een blad uit aan de bewoners. Dat blad heet Leef en er staat een groot artikel in over SubCity. Blad Leef gaat naar al onze 8000 huurders. Dat ziet er zo uit. En er is een hele pagina aan SubCity gewijd. Mm-hmm. En het allerleukste vind ik er eigenlijk van, is dat onze huurders een acteercursus kunnen doen. Oké. Okay. Dus als ze nog dromen hebben om zelf beroemd te worden, dan kunnen onze huurders dat dus doen. En ook onze eigen medewerkers, die vinden het ook heel leuk dat ze naar SubCity gaan. Dus die kunnen naar SubCity culinair. Kunnen ze ook nog wat gaan eten en dan kunnen ze van terrasje naar terrasje toe gaan. En dan kunnen ze SubCity echt voelen en zien hoe gezellig Hilversum is met SubCity erbij. Oké, okay, u had het net al over SubCity culinair en ik had begrepen dat er nog een speciaal initiatief was vanuit jullie. Die mensen, onze medewerkers, mogen daar dus naartoe gaan om ook mee te eten. En ze mogen dan ook iemand meenemen die ze natuurlijk herkennen om gezellig te eten. Ik zelf ga daar ook naartoe. En voor de rest ga ik natuurlijk ook nog in het programma kijken of er nog andere dingen zijn. En ik moet zeggen, ik heb er één heel leuk ding gezien. Ja. Dat in Zonnestraal, dat daar ook cabaret wordt georganiseerd. En dat vind ik ook zo leuk. SubCity zorgt ervoor dat je gaat zoeken in de stad, waar zijn de leuke dingen? De verborgen dingen vind ik altijd leuk. De grote dingen zijn natuurlijk heel belangrijk, maar de kleine dingen vind ik zelf heel leuk. En in Zonnestraal is dan cabaret. Dus daar ga ik zeker ook kijken. En ik hoop dat ook nog meer mensen die kleine dingen ontdekken die je ook bij SubCity kan vinden. Blijft Dudok Wonen SubCity steunen? Ja, als je zoiets sponsort, dan doe je dat voor meerdere jaren. Dit moet groeien. In die zin zie je al dat het dit jaar begint het al aardig te staan. Wat zeg ik? Ik vind het mooi al staan. Hilversum kleurt blauw, kobaltblauw. Prachtig om dat te zien. En dat willen we de komende jaren helpen om dat te blijven uitbouwen. Dus wij voelen ons verbonden aan SubCity. Graag nodigen wij u uit om ook een kijkje te nemen op een van de SubCity evenementen. Aankomend weekend brengen wij een bezoek aan de Franse Dagen op de Gijsbrecht. En u kunt ons vinden op het Herenplein, waar de passie voor cultuur plaatsvindt. Mocht u zin hebben in een heerlijke lunch, dan kunt u terecht aanstaande zondag bij SubCity Culinair. U heeft alweer gekeken naar een derde aflevering van het SubCity Journaal. Graag tot volgende week!